We hebben eigenlijk wel zo ongeveer alle groepen mensen gehad die iets te maken hebben met de Vierdaagse. Wandelaars, feesters, cateraars. Er is eigenlijk nog maar één groep mensen die we niet behandeld hebben. En dat zijn de militairen. En dus zijn we vandaag op Heumersoord. Fred, we zijn op Heumersoord. Jij bent... Ja, wat ben je eigenlijk? Ik ben adjudant Fred Bakker en ik ben de bouwmeester van het kamp. En wij gaan daar 7000 mensen gaan wij hier huisvesten. Zo. En dat huisvesten dat doen we dus omdat we hier alles regelen voor de Vierdaagse. Mm-hmm. En hier komen alle militairen uiteindelijk te slapen. Ja, precies. Nou staan we hier. Het is nu gewoon nog Heumersoord als het bos. Het is nog geen militair gebied. Maar vanaf maandag is het militair gebied, hè? Ja, dat klopt. Aanstaande maandag wordt het inderdaad een militair gebied. Komt er een groot hek omheen. We hebben daar beveiliging op. En dan moet je dus uiteindelijk een pasje hebben om hier binnen te mogen komen. En anders word je in dit geval geweerd voor 2 weken. Zo, waarom is dat zo streng? Er gebeurt hier toch niks? Nee, dat klopt. Daarom hebben wij deze beveiliging ook. Oké, nou is dit echt een gigantisch terrein. Kun jij eens een beetje schetsen, wat hebben we hier allemaal? Wat we hier hebben is ongeveer 5-6 hectare wat wij gaan bebouwen. Het is best wel klein eigenlijk, want we gaan een populatie van 7000 mensen huisvesten. Ja. En dat is dus uiteindelijk op zo'n klein grondgebied, is best wel klein uiteindelijk. Ja. En wat we allemaal doen is dat we tenten bouwen voor het slapen. We hebben tenten voor de politie, de brandweer. We hebben zelf een geneeskundig centrum waar we eigenlijk kunnen blaren prikken. En we kunnen zelfs tot en met hartfalen kunnen wij hier behandelen. Kun je mij schetsen hoe gaat dat dan? Wanneer begint dat? En in welke volgorde dan? We hebben dus in de aanloopfase hebben we dus allerlei overleggen met gemeentes. Ja. En met natuurmonumenten en met VITENS. En voor het water? Dat is inderdaad voor het water. Uiteindelijk is er een datum dat we gaan beginnen. En dan worden dus de tenten door een maatschappij wordt er hier neergezet. En Defensie doet dan zijn eigen ding en doet dus de bedden er neerzetten, de matrassen en alle zaken die daar omheen zitten. Dat regelt Defensie. Nou zag ik dat die stapel, het was allemaal nog best wel stoffig hier, hè? Het is stoffers, want ze staan inderdaad in het bos, op zand. En als dan een vrachtwagen heen en weer rijdt om allerlei spullen in de tent te zetten, dan wordt het inderdaad stoffig. Mm-hmm. Wat we wel geregeld hebben is dat we voor die tijd door een schoonmaakteam alle matrassen schoon gaan maken. Aansluitend gaan we lakenpakketten gaan we uitdelen. En die kunnen ze dus onder de matras kunnen ze die doen, dat ze toch op een schoon bedje terecht gaan. Ja, precies. En over schoonmaken gesproken, we staan midden in het bos. De eikenprocessierups is natuurlijk echt... Een gevaar voor, nou volgens mij voor heel Nederland momenteel. Heb je daar hier last van? Een fenomeen is dat, hè? Dus, ja, en wij hebben hier dus ook last van. Wat we ingeregeld hebben, en dat hebben we dus in samenwerking met de gemeente geregeld. Er komt hier een aannemer, komt voor de Vierdaagse komt hij deze kant op. Mm-hmm. En die gaat dus de aangewezen punten gaat dus allemaal weghalen. Dus dat is in de hand voordat wij met onze populatie hier gebruik van gaan maken. Dan zijn hier alle rupsen weg? Dan zijn de rupsen weg, ja. En is op dat gebied ook gewoon veilig hier? Alles is veilig bij ons, ja zeker. Precies.